heb eigenlijk een half jaar naar dat boek zitten kijken en niks gedaan. Omdat ik dacht, het is heel erg wat ik ga doen. Ik had een groot slagersmes en een boek. En ik dacht, ja, het is niet mijn ding. Het is van iemand anders. En dan ga ik mijn mes daar echt inzetten. En hard ook. Dat wist ik ook niet hoe dat moest. Zeg maar, want hoe iets waar je respect voor hebt, hoe ga je daar dan toch op zo'n manier mee om dat je het je helemaal toe-eigent. Ja. Dat je echt durft te zeggen van ik zet het op zijn kop. En breek die arm af en die plak ik eronder en kijk, hey, nou maak ik er een been van. Er was een scène dat Helmer bij de lammetjes is en hij is heel geëmotioneerd. Maar de opdracht was eigenlijk alleen maar Helmer is bij de lammetjes. Verder wisten we niks. Dus dat is gewoon, je gaat naar die stal en we hebben de acteur. En nou, wat gaan we doen? Je kan een beetje stro opgooien of even ertussen lopen bij die beesten. Of kijken of alles goed is. Of vegen, van alles. Mm-hmm. En op een gegeven moment zei ik tegen Jeroen van ga maar even ertussen zitten. Ga maar even zitten. Maar op dat moment besloot hij om niet te gaan zitten, maar om te gaan liggen. Dus hij gaat helemaal lang uit tussen het stro bij die lammetjes en die schapen, die allemaal denken van wat gebeurt hier. Een soort van, even alles helemaal laten gaan. En toen kwam er een heel klein lammetje langs en dat grijpt hij. En dat trekt hij zo op zijn borst en dat je denkt, oh, wat gaan we nu doen? Alsof hij dat beestje, ik weet niet. Je weet niet precies wat hij ermee gaat doen. Maar het is een soort energie die tegengesteld is aan dat verdriet, maar eigenlijk dat verdriet nog sterker maakt omdat die frustratie zo groot wordt. Dat is echt een soort van de momentum van waar we staan, hoe we het doen. De een zegt dit, de ander zegt dat. De camera was toevallig net in dat hoek gekropen, bij wijze van spreken. En die kan zo laag dat hij bij zijn hoofd is, dat je dat schaap ook gewoon op ooghoogte... lammetje moet ik zeggen, het was geen schaap, lammetje. Nou, dat is prachtig. Ja. Nou, met Wim hebben we wel echt besproken van dat hij het mag laten zien. Dat hij het ook echt mag voelen. Dat hij geen schaamte heeft zelf van... Met Helmer is het natuurlijk veel gecompliceerder, want... Je weet helemaal niet eens of hij zelf wel weet wat hij nou eigenlijk voelt. Als hij bij die man in de buurt is, hij wordt ongemakkelijk. Omdat hij iets voelt. Maar wat hij dan voelt, dat zit allemaal eigenlijk voornamelijk in de weg. Het is wel verwarrend. En het is verwarrend en het is eng. En nou, hij loopt gewoon weg de hele tijd. Maar dat is wel klassiek aan het verhaal, zeg maar. Dat als de jonge knecht komt, dat die als een soort katalysator hem inwijdt in de liefde en inwijd in het je openstellen naar een ander, dat kan. Ja. Wat raar is dat terwijl ik aan het draaien was, zeg maar de eerste 3 weken, dat ik dacht, ik ben echt iets compleet nieuws aan het maken. En toen zag ik de rusjes en toen dacht ik, nou, het is ook gewoon heel erg hetzelfde. Ja. En dat is heel gek. Dus dat je een aantal dingen volledig verandert, maar toch denkt, ja, een depressieve vrouw die ergens staat of een depressief man die ergens staat. Zo'n groot verschil is het ook niet. De camera een beetje beweegt. Of de... Maar toch denk ik wel, wat het verschil is dat bij die andere films dat je er naar keek. En ook dat ze ook zo gemaakt zijn om zeg maar erover na te denken terwijl je er naar kijkt. Ja. En deze is veel meer dat je erin zit. Ik vind het zelf eigenlijk echt een hele romantische film. En dat vind ik ook heel leuk. En het gaat alleen maar over liefde. Het gaat over van alles. Maar de onderlaag is heel erg... accepteer je mij hoe ik ben? Maar dat is ook liefde. En ik wou eigenlijk weg van dat strenge van mezelf. Dus ik wou eigenlijk een liefdesfilm maken. Ik wou iets warms maken.